allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable update video. En ik heb best wel veel zin in deze nieuwe update, want er is een nieuwe functie dat je dus onzichtbaar kan worden op het spel. En er is ook nog een nieuwe race, dus ik heb er heel erg veel zin in. En jij nou ook, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. En ja, er is dus een nieuwe functie dat je onzichtbaar kan worden op het spel. Ik heb het nog niet getest, maar dat gaan we aan het eind van de video doen, want als eerst wil ik eventjes de nieuwe race uittesten. Nou, de nieuwe race is zo'n bepaalde race die je maar met een bepaald aantal paardenrassen kan doen. Daarom zit ik ook op mijn Pasofino. En mijn Pasofino is zo te zien ook een level 1, Uno. Hij is niet eens getraind, want ja, Star Stable brengt zoveel nieuwe paarden uit dat ik het gewoon niet meer bijhoud met trainen, jongens. Dat is echt heel erg. Oh, heb je heel erg veel zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Ik weet niet meer of ik dat had gezegd en anders doe nog maar een duimpje omhoog. Woe, we zijn er. En als ik het goed zeg, dan was deze race alleen voor de Andalusier, Lusitano en Pasofino. Ik had het even opgeschreven. En de race die blijft tot 3 augustus staan, dus je hebt nog wel eventjes de tijd. En ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ja, deze races, ik ben er eigenlijk niet zoveel fan van, want het zijn niet zulke hele bijzondere races. En ik vond het ook weer jammer toen Star Stable, zeg maar, van tevoren al aankondigde van er komt een nieuwe race aan. En dacht ik weer, nee, dat is weer een saaie update. Maar die ene functie dat je onzichtbaar kan worden, dat vind ik nog leuker. Dus dat gaan we ook voor het laatste bewaren. Maar oké, misschien is deze race uiteindelijk wel heel leuk. Het is wel cool dat deze race een keertje in de rij al is, met dat paarden van Jorvik gebeuren met dat mannetje. Want heel vaak zijn die races gewoon op random plekken. Maar hier hebben we nog niet zo vaak een race gehad. En tot nu toe vind ik het, best wel leuk, wou ik zeggen. Wat vinden we hiervan? Hier staat gewoon een lijpe slalom, joh. Oh, moet ik hier langs? Oh nee, huh? Oh, nou. Huh? Een gevaarlijke val. Hallo, ik liep alleen tegen die bakraad aan. Oh, ik moest aan de linkerkant. Nou, wat? Het is wel een slalom, alleen ik pak hem dus van de verkeerde kant. En, oh, en daar is het belletje. En daar is het einde, daar is het einde, daar is het einde. Of is dat niet het einde? Nee, want hier zijn we nog niet geweest. Ofwel, op dat bruggetje. Ik weet het al niet meer. Oké, ik vind obstakels wel leuk. Laat ik dat als eerste zeggen. Ah! We gaan weer die kant. Alleen, ja, hoe vaak hebben we deze race wel niet gehad, maar dan die obstakels in gewoon letterlijk een andere vorm. Dat is wat ik net al zei. Daarom was ik wel teleurgesteld dat het weer een race was. En weer, ja, zo'n race waar dan bepaalde... Oh, ah, nee, nee, nee. Bepaalde paardenrassen aan kunnen meedoen. We hebben hem gehaald. Yay! Mijn paard krijgt wel 500 XP. Dat is dan wel weer leuk aan deze race. Oké, ik heb dus 500 XP gekregen. Yay, mijn paard is een level hoger. En ja, ik kan hem nog een keertje doen en dan krijg ik 20 Jorvik shillingen. Oké, zou ik hem nog één keer doen? Ja, want dan kan ik even mijn beklag doen over de Star Stable updates. Nee, maar ik heb wel afgelopen week nagedacht over de Star Stable updates. Want, nou ja, vorige week hadden we dan die update met die magische paarden. Met dat zebra paard. Nou, dat vond ik dan wel een leuke update, want dat paard was mooi. Alleen, het was gewoon niet zo'n bijzondere update. Die week daarvoor... Voor, toen was volgens mij midzomer. En daarvoor was het ook niet zo heel erg groot. Zeg maar, de laatste updates op Star Stable vind ik gewoon niet zo heel erg bijzonder. Ik weet niet of jullie hetzelfde denken. Nu is het ook wel zo dat deze periode op Star Stable altijd wat saaier is. Want het is zomervakantie. Die mensen daar gaan ook op zomervakantie. Er is gewoon niet zoveel te beleven op het spel. Straks als de verjaardag van Star Stable er weer is en Halloween en kerst. Ja, dan gaat het natuurlijk wel weer heel leuk worden. Daar denk ik dan maar aan dat het vanzelf wel weer leuker wordt. Maar wat vinden jullie van de laatste updates? Hebben jullie een beetje hetzelfde idee van... Nou, eigenlijk zijn de laatste updates helemaal niet zo leuk. En ook best wel voorspelbaar. Want kijk, nu hebben we dan weer zo'n race. Dat, ja, dat krijg ik best wel veel. Volgende week is het dan wel weer een missie. Dus... Ja, dat is dan wel weer leuk. En die weken na is er waarschijnlijk weer een nieuw paard. Dan zal het weer een race zijn. Het is allemaal best wel voorspelbaar en niet meer verrassend of zo. Ik weet niet, denken jullie hetzelfde? Laat het even weten in de reacties. Nou, ik had deze update denk ik niet gefilmd als niet die functie er was van dat onzichtbaar zijn. Want dat maakt het nog bijzonder en leuk en word ik zelf ook blij van. Maar als ik nu weer zo'n race had moeten filmen, had ik echt gedacht van, nou, dit is echt saai. Dan kan ik wel leukere video's voor jullie maken. Nou, mijn paard is nu wel level 3. Dat is dan wel weer heel erg mooi. En ik word trouwens herkend. Hallo allemaal, leuk dat jullie ook op Star Stable zijn. Nou, ik heb de race gedaan. Ik vond de race wel een duimpje omhoog. Alleen, het is gewoon een mix van die andere races van die vent. Want die Guliero Cademea of zo, die heb ik echt wel vaker gehad. Zelfs toen met Fenna heb ik toen die missies gedaan. En elke keer komen die obstakels gewoon net in een andere vorm weer terug. Dus heel uniek is het niet. Oh ja, ik weet alweer waar ik was gebleven. De updates, waar ja, die van Star Stable steeds online komen. Dat ik dacht van, nou, misschien moet ik maar wat selectiever zijn in de updates. En zodra een update wat minder leuk lijkt...
lijkt het gewoon niet filmen. En dan een andere video van Star Stable maken. Of misschien wel een ander paardenspel. Want ik speel al zo lang Star Stable op mijn kanaal. Er zijn genoeg andere paardenspellen die net zo leuk zijn. Of misschien wel leuker of minder leuk. En dan is het wel grappig. Ja, andere paardenspellen die ik ook op de woensdag kan uploaden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Missen jullie de Star Stable updates als dat weg zou gaan? En nee, het gaat niet weg. Maar dat ik misschien wat minder updates doe. Als het een saaiere update is zoals dit. Dat ik dan wat anders plaats. Een leukere Star Stable video. Of misschien wel een ander paardenspel. Laat het even weten in de reacties. Want ik denk dat ik niet de enige ben die de Star Stable updates wat minder vindt of zo. Ja, jullie vinden de updates leuk. Jullie kijken ook de updates. Dus ik ga er echt niet zomaar mee stoppen hoor jongens. Wees maar niet bang. Alleen ja, de laatste updates zijn gewoon niet zo leuk meer. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Maar goed, laat eerst even weten wat jullie denken in de reacties. En dan gaan we wel verder denken. Maar ik wil jullie nu de functie laten zien van het onzichtbaar worden. Woehoe! Ja, er is dus een functie. Ik weet niet waar die staat. Maar ik denk dat die gewoon staat hier zo bij die instellingen. Creatief. Oh ja, er is een heel ding bijgekomen. Oh, we moeten ook nog naar Fort Pinta. Want dat heeft niet in de update gestaan. Oh, dat moeten we ook nog doen. Ah, de video wordt uiteindelijk toch wel interessant. Nee, maar ik begreep dat er in Fort Pinta, dat stond niet in het nieuws. Maar heel veel mensen zeiden dat op Star Stable op hun Instagram. Zo van, eeuw, wat heb je gedaan met Fort Pinta? Dat het blijkbaar heel lelijk is geworden. Dus dat gaan we natuurlijk eventjes bekijken. Dus oké, eerst doen we eventjes die onzichtbaarheidsfunctie. En dan gaan we naar Fort Pinta om te kijken hoe lelijk Fort Pinta is geworden. Nee, ik heb geen idee wat er is veranderd. Misschien is het wel heel mooi. Maar mensen waren er niet zo positief over. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Paard met ruiter verbergen. Hij staat dus hier onderaan, inderdaad. Oh. Yay! Ja, wat had ik er eigenlijk anders van verwacht? Het is een onzichtbaarheidsfunctie. Dus ik denk niet dat je ineens zou gaan wegvliegen of zo. Paard met ruiter verbergen. Maar blijf ik dan ook onzichtbaar voor de rest? Dat denk ik eigenlijk niet. Oh nee, wacht, dit lukt niet. Paard verbergen na afstijgen, speler verbergen na afstijgen. Waarom zou je alleen je poppetje of alleen je paard weg willen halen? Waarom zou je überhaupt deze functie willen? Waar slaat het eigenlijk op? Oké, dus we kunnen nu... Oh, deze werkt niet. Paard verbergen. Ja, nou is mijn paard weg. Gewoon mijn paard is loezoe. En nou ben ik weg. En nu dan? Nu kun je... Huh? Wat zie je de lol van? Wat moet je hiermee? Oké, het is wel grappig. En ik snap dat als je foto's wil maken van Star Stable... Kijk, ik ben net een mol. Ik zit heel laag bij de grond. Als je foto's wil maken van het spel of een film wil maken... Oh, ik heb vroeger natuurlijk die Star Stable serie gemaakt. Dit was perfect geweest. Dan kon je een heel mooi beeld gaan maken. Maar wacht, ik wil even mijn paard terug. Want waar is nou mijn paard? Mijn paard staat nog steeds op diezelfde plek te stinken, denk ik haast. Even kijken. Waar is die? Oh ja, daar ben je! Oké. Nou, leuk. Wat vinden jullie van de onzichtbaarheidsfunctie? Ik denk dat ik het nooit van mijn leven zou gebruiken, maar het is wel cool. Nou, het is misschien wel leuk. Nee, maar trouwens, je had toch al zo'n onzichtbaarheidsfunctie, toch? Maar dit was natuurlijk... Je kon jezelf al onzichtbaar maken in de fotomodus, maar nu dus gewoon tijdens het spelen. Dus... Yay! Nou, laat even in de reacties weten wat jullie van deze fantastische functie vinden. Ik denk dat je nou ook wel een race kan doen, hè? Maar dit is best raar, want ik zie eigenlijk helemaal niet waar ik rijd. Het lijkt nou... Dit is echt heel raar. Ik zie niet waar ik rijd. Ja, dat is logisch. Maar waar is nou de voorkant van mijn paard? Waar is de voorkant? Oké, maar dan moet je nu ook springen. Dit is best wel moeilijk. Hier kan je wel leuke challenges van maken. Om blind te gaan... Zonder paard te gaan Star Stablen. Dit is echt heel raar. Maar het ziet er wel cool uit. Het lijkt net alsof je veel sneller gaat. Oh, we komen gelijk langs die magische paarden. Woehoe. Oh, kunnen deze mensen mij zien? Daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk, dit magische paard Umbra en Ayla... Ayla? Die zijn niet nieuw, maar die zijn eerder op het spel geweest. En die kun je nu weer opnieuw kopen. Ik heb deze toevallig. Die heb ik toen gekocht. Dus die zijn gewoon weer terug tijdelijk. Oké, kunnen deze mensen mij zien? Daar ben ik heel benieuwd naar. Hallo? Joehoe! Kijk, ze heeft wel mijn setje aan. Dus ik denk dat ze... Ah, ze herkent me! Dus mensen kunnen mij wel zien, maar ik zie mijzelf niet. Hallo? Oké, dat is best wel raar. Waarom kunnen zij mij wel zien? Oké, maar nou weten we het ook gelijk. Dit is dus veranderd. Het is een soort stenen brug. Wauw! En een nieuwe poort? Wow! Het is inderdaad helemaal veranderd. Waarom zet Star Stable dat dan niet in de update? Dat is dan best jammer. Het ziet er best cool uit. En vanaf deze kant kun je er dan ook op. Het is gewoon een hele nieuwe ingang hier. Hè? Dit is toch cool? Waarom zetten ze dit dan weer niet in de update, dit soort dingen? Kijk, je ziet trouwens precies dat dit extra is toegevoegd. Ah, we voegen even een brug toe. Kijk, hier extra grond gemaakt. Oh, dit is wel veel beter. Want we hadden natuurlijk eerst die houten trap. Nou, dat was echt een vreselijk ding. Want je kon daar heel snel vanaf vallen of je botste steeds. Maar dit is best wel mooi. En een cool uitzicht.
Is daar ook wat veranderd? Ja! Hé? Nee! De tribune! Met, of hoe heet dat ding? De springplank is weg, die hele hoge. Nee! Wat een teleurstellingen ineens. Nee, oké, deze trap vind ik wel een verbetering. En deze poort is ook nieuw, want eerder was het gewoon open. En dan moest je springen met je paard eroverheen. Dan moest je, zeg maar, die afstand springen. Maar nu is er echt een bruggetje gemaakt. Oh! Maar dat vind ik best wel cool, want die ene trap die was zo onhandig om daar te komen. Dit vind ik wel een vooruitgang. Ik vind het er wel mooi uitzien. Waarom zit Star Stable dit dan niet in het nieuws? Terwijl dit juist iets is wat ik leuk zou vinden in de update. Kijk, die race boeit mij niet. Dit boeit mij wel. Dit vind ik leuk. En dit zie ik pas op het einde. Je ziet echt wel heel goed dat het nog even is toegevoegd. Even snel is toegevoegd. Van, oh, laten we nog eventjes een bruggetje maken. Kijk, hier lopen nog letterlijk de restjes. Maar ik denk dat ik al wel weet waarvoor dit is. Volgende week of die week daarna komt er een strandfeest op Fort Pinta. Yay, nog een update die ik heel leuk vind. Not. Maar door dat nieuwe strandfeest hebben ze denk ik deze brug gemaakt. En ik heb trouwens allemaal mensen achter me aan. Heel leuk. Maar laten we eens eventjes kijken wat hier nog meer nieuw is. Zijn deze strandstoelen nieuw? Nee, die stonden er al wel. Maar ik vind ze er wel nieuw uitzien. Maar wat is er gebeurd met die hele grote springplank? Wat is hier gebeurd? Wat is dit? Er stonden hele mooie springplanken hier zo. Weet je nog dat je echt super hoog kon? Dat was in de livestreams altijd heel leuk. En hij gaat helemaal niet hoog. Nou, het is ook heel ondiep. Huh? Oh, maar dat vind ik op zich wel cool. Want anders krijg je steeds die irritante zwemmelding. Oh, dit vind ik wel beter. Je kan nou gewoon in het strand rennen zonder dat je dat zwemmen ding krijgt. Of nee, er was iets hier zo wat heel onhandig was, maar ik weet niet meer wat. En hier is het ook iets breder gemaakt, want dit liep niet tot zover. Hier stonden wat bomen, die zien allemaal weg. Wat is dit? Dit is gewoon een boot. Ik raakte gewond door die boot. Oké, maar nou, ik vind het wel jammer dat ze die springplanken... Het zijn er nou drie verschillende geworden. En dit is de allerhoogste. Maar ja... Echt heel hoog is dat nou ook weer niet, hè? Wow! Nou, oké, het ziet er wel mooi uit. Het is iets realistischer, dat wel. Maar ja, ik ga wel de oude springplank missen, hoor, jongens. En is hier verder nog wat veranderd? Hé, die schommels hier zijn nieuw. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Kunnen we het slopen? Oh, nee, mijn paard botst er ook gewoon tegenaan. En hier, dit is ook nieuw, deze steiger. Oh, dat is ook wel vet. Ja, dit zijn gewoon echt voorbereidingen voor dat zomerfeest of zo. Dus nou, daar ben ik op zich dan wel weer benieuwd naar. Waarom staat daar een huisje midden op het water? Is dat eilandje daar ook nieuw? Ja, volgens mij is dat eilandje daar sowieso nieuw. Ik kan me dat echt niet herinneren. Nou, ik vond het een bijzondere, verrassende update. Ja, ik vond uiteindelijk het allerleukste, denk ik wel, die aanpassingen hier bij het strand. Uiteindelijk vond ik het dus wel een hele leuke update. En heb ik geen spijt dat ik wat anders heb geplaatst. Dus laat zeker even in de reacties weten wat jij van het nieuwe strand vindt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wat je van de onzichtbaarheidsfunctie vindt. En ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En vond je deze video nou heel erg leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!